Dag. Herinnert u zich nog dat moment van uw vakantie waarop u dacht? Wanneer ik over enkele weken weer aan het werk zal zijn, zal ik met heimwee terugdenken aan dit unieke moment. Dus zal ik er nu maar volop van genieten. U hebt toen intens plezier gehad, maar wat toen nu was, is alweer een tijdje geleden. Echter niet voor ons. Vandaar dat we nu zomaar ongegeneerd bij u met de deur in huis vallen. Ieder op zijn beurt is niks te veel, dachten we zo, want toen u hier lekker liep te pootje baden, waren wij met de instructieve omroep stevig aan het werk. We zijn zelfs een dagje aan zee komen rondkijken. En dankzij de indrukwekkende inspiratie die we hier hebben opgedaan, kunnen wij u nu laten zien wat de instructieve omroep dienstvolwassenenvorming u dit najaar te bieden heeft. Ja. 60-plussers zijn vandaag geen afgeschreven generatie meer. Op 60, 70, ja zelfs op 80 jaar zijn mannen en vrouwen actief op allerlei gebied. De programma's die we voor die senioren maken met de vertrouwde gezichten van Connie Neef, Zus van den Einde en Denise Maas zijn dan ook op hun activiteiten afgestemd. En zo komt u van alles te weten over vrijwilligerswerk voor en door ouderen, over kunstbeoefening als hobby en over stielkennis en ervaringsoverdracht. En dat laatste betekent dat 60-plussers hun ervaring of stielkennis ter beschikking kunnen stellen van de bedrijfswereld. Tijdens de vakantie raken zelfs de meest rustige zielen op dreef en bij een frisse pint wordt er maar al te graag gekeuveld over alles en nog wat. Noem de gekste onderwerpen en voor u het weet zit u te midden van een goedlachse discussie. U zou hier inderdaad heel wat aan de weet kunnen komen mocht u hier uw oor te luisteren kunnen leggen. Maar dat kan u straks ook wanneer u kijkt naar de Steker wat van opshow, waarin Miel Goele er even min voor terugschrikt om pittige en informatieve onderwerpen aan te snijden. Zo zocht hij deze keer weer van alles bijeen over gewetensbezwaarden, vrije radio's in Vlaanderen, druggebruik in Belgenland, de Vlaams-Nederlandse verstandhouding, sancties in de werkloosheid en nog zoveel meer. Hoe weet ze nu of ze wel de goede zonnecrème aan het smeren is? En betekent een goedkopere zonnecrème ook meteen dat die minder goed is? Of betaalt men bij de duurdere merken eerder de naam en het lekkere geurtje dat eraan vastzit? Kijk, dat zou nu eens een geknipt onderwerp kunnen zijn voor Wikken en Wegen. Want in Wikken en Wegen wil Milou van dienst zijn met een massa interessante, maar vooral kostensparende consumententips. Zo zal u dit najaar vast en zeker gebaat zijn bij de informatie die hij u geeft omtrent het ABS-remsysteem, een diefstalbeveiliging van woonhuizen, een smaaktest van Bordeaux-wijnen en een enquête over het medisch schooltoezicht. En natuurlijk mag u ons vragenspel voor consumenten niet vergeten. En er is ook onze maandelijkse autorubriek. Kijk, en dat is nog maar een kleine greep uit het gamma onderwerpen dat Wikken en Wegen u als gesneden koek opdient. Best mooi, vindt u niet? En u herkent het toch? Dit is, althans dat is de bedoeling, de toren waarmee we Babel voorstellen. U weet wel, het multiculturele tv-programma waarin alles uit de doeken wordt gedaan over de migrantencultuur. Vanaf september gaat Babel zich vooral concentreren op de Turkse en op de Marokkaanse cultuur. Andere talen komen aan bod in de radioprogramma's van Adoration, Victor, Sasha, Olga en Luciana. En op de radio heet Babel Voel je thuis en u kan het dagelijks beluisteren via BRT1. Tja, die hoeven maar in elkaars ogen te kijken om te weten wat er wordt bedoeld. Woorden zijn hier ronduit overbodig. Maar jammer genoeg zijn er heel wat mensen die het in andere dan liefdessituaties, zeg maar in alle situaties, ook zonder woorden moeten stellen. Gewoon omdat ze de woorden eenvoudigweg niet kunnen horen. Gehoorgestoord zijn is inderdaad geen pretje.
Maar gelukkig bestaat er een oplossing. Luisteren met je ogen. In een nagelnieuwe programmareeks leert de instructieve omroep u hoe u verstaanbaar kunt omspringen met liplezen. Bent u geïnteresseerd? Dan vindt u deze reeks binnenkort in de tv-rubriek terug onder de titel Luister met je ogen, een taalkursus voor gehoorgestoorden. En om het allemaal nog een beetje makkelijker en eenvoudiger te maken, horen bij die reeks ook 26 videocassettes met oefeningen en een handboek. En verder zijn er ook een aantal groepsbijeenkomsten gepland. Als u werk zoekt, dan kan u ofwel meteen op uw fietsje springen en als de bliksem hier naartoe komen trappen, of u kan het rustig aandoen door straks vanuit uw luie zetel naar Zoekwerk te kijken. Zoekwerk, een nieuwe programmareeks van de instructieve omroep, die u een aantal tips geeft die weliswaar geen goud waard zijn, maar wie weet wel een maandelijks loon. Zo kan u nu meteen al uw kansen opschroeven om een leuke job op de kop te tikken of op een nieuwe, andere manier aan de slag te gaan. Bij deze tv-reeks horen ook een aantal radioprogramma's en een handboek met dezelfde naam en dezelfde bedoeling. Zoekwerk. Is het al eens bij u opgekomen dat alle belangwekkende culturen die een sleutelfunctie hebben vervuld in onze cultuurgeschiedenis, stuk voor stuk terug te vinden zijn aan een zee? Denk maar aan de Romeinse, aan de Griekse cultuur en aan nog zoveel andere. Een boeiend gegeven. Vandaar dat de instructieve omroep daar ook een reeks over brengt. Europese culturen. Zo leert u nu van naaltje tot draadje en dat op een ontspannende en prettige manier hoe de Europese cultuur is geworden, dat wat ze nu voorstelt. En bij deze reeks hoort ook een aardig uitgegeven handboek. En dan hebben we nog een radiotip voor u voor na de zomervakantie. Binnenkort kan u elke zaterdagochtend via BRT3 een educatief magazine beluisteren. Wijswijzer, een programma dat de dienst volwassenenvorming samen met de dienst schooluitzendingen op touw heeft gezet. Dit programma richt zich tot iedereen die een uitgesproken interesse heeft voor alles wat rijlt en zeilt in de wereld van de vorming. Ouders, leerkrachten, vormingswerkers en iedereen die maatschappelijk geïnteresseerd is. En dat we het woord vorming vrij ruim benaderen, blijkt ook uit de keuze van de onderwerpen. Beleidsontwikkeling, nieuwe visies, evoluties in het werkveld en nog zoveel meer. Interessant is ook dat alles wat de instructieve omroep presenteert, eveneens aan bod komt. Er bestaat een folder waarin de instructieve omroep alle informatie voor u keurig op een rij heeft gezet. En naast de programmagegevens vindt u in die folder ook een opsomming van alles wat we ook nog voor u hebben klaarliggen. Zo zijn er onze permanente reeksen, Loon naar werken, Handel en wandel, Verboer en tuinder. Er zijn de boeken, er zijn de herhalingen van eerder uitgezonden programma's, de computersoftware, de teletekstinformatie, audio- en videocassettes. En we vertellen u ook hoe u zich al die dingen kunt aanschaffen. Die folder, die hebben we nu in een fles gestopt. En die fles, die gooien we zo dadelijk in zee. Maar mocht die fles nu niet bij u komen aanspoelen, dan moet u niet onmiddellijk in paniek slaan. Schrijft u ons dan gewoon een kaartje of een kort briefje met uw naam en adres. En dan ontvangt u van ons die gratis folder per kerende. Doe het nu meteen. Laat er geen zee weer over groeien. Zo bent u zeker dat u niet één van die boeiende programma's hoeft te missen. Tot schrijfs. Dit is ons adres. BRT Instructieve Omroep. August Reijerslaan 52, 1040 Brussel. BRT Instructieve Omroep, August Reijerslaan 52, 1040 Brussel. Voor alle gegevens kunt u ook terecht op de teletekstpagina 405. Mensen beschikken niet over een diploma van lager of hoger middelbaar onderwijs. Voor velen betekent dat geen job, geen toekomstperspectieven. Via het tweede kansonderwijs kan je toch nog dat broodnodige diploma behalen. Bel 016 22 45 46. Laat je ditmaal de kans niet ontglippen. Thank you.
West-Afrika, laat me zeggen. Ze zijn in Mali, Senegal enzovoort. Ze zijn een soort volkjes die hebben verschillende traditionele instrumenten. Bijvoorbeeld met balafon, wat we hoort net met Bembeya Jazz. En ze hebben ook beroemde instrumenten wat je noemt de kora. En die mensen in die tijd dat ze onder drukking van kolonialen stond, daar hadden ze hun verdrieten om andere vormen te kunnen brengen bij het publiek. Ja. Dat was het, de muziek. Als je een volk waar je overal gaat in de hele West-Afrika, is altijd te vinden. Door hun krachten, door hun culturele, zo'n groot ervaring van de cultuur wat zij achtergrond heeft. Ja. En het is wel duidelijk ook te zien in hun muziek. Het is altijd traditioneel elementen te vinden. Ja. Ze hebben wel Mandingo. Mandingo. We komen terug op jou. Hoe ben je eigenlijk